welkom bij een nieuwe Anne Shownieuws. Er is de afgelopen week weer heel wat gebeurd in showbizland. En wij zijn er graag om jou op de hoogte te houden. Vandaag komt Jo Valli vertellen over zijn monsterplatencontract en nieuw album. We blikken even terug op de Oscars. En je krijgt de laatste nieuwe clip van Laura Omloop te zien. Ondertussen is Jo Valli er komen bij zitten hier in de studio. Welkom, Jo. Dag, Noah. En eerst en vooral een hele dikke proficiat met je monsterplatencontract dat je hebt getekend voor 5 op 1 volgende albums. Hoe heb je dat gevierd? Oh, we hebben dat gisteren eigenlijk gevierd. Gisteren eigenlijk pas gevierd, ja. Ja, het was ook even toch verschietachtig. Ik weet dat we bij de platenfirma zaten en dat we het album aan het beluisteren waren. En dat Tom dan zei tegen mij, onze platenbaas Tom de Meijer, en dat hij dan zei van, zeg, wat denk je ervan dat we nu willen binden tot op uw pensioen zijn eerst zo. Ik zeg, wat bedoelde? Ja, zegt hij, we willen nu een platencontract geven voor 5 jaar. Ik zeg, hallo, 5 jaar? Ja, zegt hij, met 5 albums. Ik zeg, fantastisch, ja. Ja, en je nieuw album, Op het lijf geschreven, is meteen heel hoog in de ultratop binnengekomen. Ja. Had je dat succes verwacht? Ja, het is natuurlijk zo, Noah, dat wanneer een album uitkomt, dat onmiddellijk de fans, die gaan onmiddellijk naar de winkelen, die gaan die onmiddellijk gaan halen. En dan krijg je natuurlijk een piek, onmiddellijk in de ultratop. En nu is het de bedoeling van die piek te blijven houden. Dus iedereen zeker een album blijven kopen? Absoluut. Op het lijf geschreven. Ja, en hoe was de samenwerking met Bart Herman? Zeer goed, zeer goed. Ik heb die eigenlijk nu beter leren kennen. Ik kende Bart wel van vroeger, ook als zanger en songwriter. Maar nu hebben we heel veel aan tafel gezeten. We hebben heel veel gebabbeld met elkaar. En ik heb voor hem nog veel meer respect gekregen dan dat ik vroeger al had. Maar nu nog meer, in die zin dat hij ook iemand is met een groot hart. Was de tijd er nu eigenlijk rijp voor om helemaal in je ziel te laten kijken? Ik dacht van wel, ja. Het is een beetje autobiografisch ook. Hè. Ik heb heel, heel veel blootgelegd, maar ik voelde dat de tijd rijp was, zoals gezegd. En ik moest dat ook eens kunnen doen. Zo. Het is niet allemaal autobiografisch. Hè. Er zijn een aantal nummers op die niks te maken hebben met dat. Maar de meeste verhalen die erin terugkomen zijn allemaal nummers die iets te maken hebben met mijn levensgeschiedenis. Ja, en dan heb je dan die nieuwe single. Ja. Ja, die gaat eigenlijk over je lieve vrouw Marcella. Ja. Hoe reageerde zij toen je het nummer voor de allereerste keer aan haar liet horen? Eigenlijk zeer, zeer positief. Hè? Ik dacht eerst van, ja, ze gaan misschien zeggen, zeg, moeten we dan nu over een scheiding, moeten we dan nu gaan in een lied gaan zingen? Maar ze zei ook, het is iets dat dagelijks gebeurt. Hè. Het is uit het leven gegrepen. Hè. En wij hebben gewoonweg willen aantonen met dit nummer dat wij ook maar gewoon mensen zijn. Ik wil niet zeggen omdat je een zanger bent of een zangeres of een acteur of actrice, dat je anders bent dan een gewone mensen. Wij maken ook alles mee, we kunnen dat ook meemaken. Een scheiding, een ruzie, een probleem daar, een ziekte, noem maar op. Dus, vandaar dat zij ook vond dat dit lied wel voor haar niet speciaal negatief overkwam. Nee, tegenovergestelde. Ze voelde zich ook in het lied betrokken. En vooral ook als boodschap naar het publiek toe. Voilà, het is een heel prachtig nummer geworden, een heel mooi resultaat. En ik stel voor dat we daar nu naar gaan kijken. Wil jij hem aankondigen? Ja, met plezier. Beste kijkers van Anne, met veel plezier kondig nu mijn nieuwe clip aan. Dag, vrouw van mij. Geniet ervan. Zo lang over nagedacht, en toch lijkt het nog onverwacht. Nu ik hier in de donkere kamer sta. Ik adem diep en kijk naar jou. Ik weet niet of ik je kussen zou. Misschien dat ik maar beter zomaar ga. Ik loop zachtjes naar beneden. Zet mijn koffers even neer. Mijn briefje op de tafel lees ik voor de laatste keer. Dag vrouw van mij, dag lieve schat. Ik heb je meer dan jij vermoedt echt lief gehad. Ik hield van jou, ik zag je graag. Toch
ga ik weg bij jou vandaag. Nee, ik maak je geen verwijt, ook ik voel nu alleen maar spijt. We hebben allebei ons best gedaan. We hielden vast wel van elkaar, maar leefden meestal naast elkaar. En zo is het vuur stil uitgegaan. Het leek me dan ook beter dat we even dapper zijn, even door de zure appel, ook al doet dat vreselijk pijn. Dag vrouw van mij, dag lieve schat, ik heb je meer dan jij vermoedt echt lief gehad. Ik hield van jou, ik zag je graag, toch ga ik weg bij jou vandaan. Ween met mij, huil met mij, zeg dat jij me ook wel kan verstaan. Ik weet het wel, het is een vreemd vaarwel. Ik wou dat ik anders was gegaan. Dat we even dapper zijn, samen door de zure appel, ook al doet het vreselijk pijn. Dag vrouw van mij, dag lieve schat, ik heb je meer dan jij vermoedt echt lief gehad. Ik hield van jou, ik zag je graag, toch ga ik weg. Van ja, ik zag je graag, toch ga ik weg bij jou vandaag. Mr. Jo Valli zit hier nog steeds bij ons in de studio en hij heeft een geweldig cool rad meegebracht. En hij gaat ons in kleuren en in geuren vertellen wat hier precies de bedoeling van is. Hey Jo? Ja, het is een Viewmaster eigenlijk. Eigenlijk heeft elk foto dat je hierop ziet staan, heeft iets te maken met een titel van het album. Yo, ik ben wel benieuwd, zullen we het rad eens testen? Want ik wil wel eens weten welke verhalen dat er achter de foto's zitten. Ik ga dat een keer een druk aan geven. Kijk. Het zijn heel wat foto's. Dit heeft te maken met Don Diego. Dat is het enige nummer dat niet autobiografisch is. Dat is eigenlijk gaat het over een one-night stand. En een heel andere sfeer ook, een heel vakantiesfeer. Het is totaal anders. Het is een vakantiesfeertje, het nummer. Het is het buitenbeentje rond het hele album eigenlijk, dat nummer. Ja, het is een leuk nummer. Ja. Wacht, nog eens draaien. Allee. Hopsakee. Fiets. Oh. Op de fiets. Ja. Vertel eens. Ja, dat is. Ik hou van sport wel een beetje zo. Allee, fietsen vooral, dat is een passie. En het is ook zo een nummer. De tekst vertelt eigenlijk. Als je alle stress hebt en je bent een beetje. Ja, zit je een beetje boven alles. Spring dan op je fiets. En dat doet goed. Dat is het beste medicijn tegen alles. Dus genieten. En ga je dan lang fietsen of is meer zo eventjes rond het dorp? Nee. Als we fietsen, dan is het. Ik ga altijd met een goede vriend van in de buurt. En dat is eigenlijk een renner geweest in het verleden. En die komt mij dan halen en dan zijn we weg. En dan gaan we toch ongeveer een 60, 70, 80 kilometer fietsen. Maar wel goed door fietsen. Niet wandelen, hè. Goed door fietsen. En wat is stiekem eigenlijk jouw favorietje op het album? Mag ik dat vragen? Mijn favorietje? Oh, ik vind het allemaal goed. Maar, zijn er 12?
Ik vind het eigenlijk een heel leuk nummer. Het duet dat we samen gedaan hebben. En ondertussen hebben we al de eerste keer samen op het podium gestaan. Ja, ik vond het heel leuk. Echt. Ja, met je albumvoorstelling. Ja, ik moet ook zeggen dat de mensen allemaal hebben gezegd, die Noah, die ziet er goed uit. Ja. Maar dat kan niet anders als ik naast iemand sta die altijd straalt op het podium. Hè, ja. Ja, oké. Okay. Ja, en we zijn ondertussen bij de laatste vraag. Heb je de Oscars gevolgd? Nee, sorry. Nee. Aan wie zou jij graag een Oscar willen geven en waarvoor precies? Ik wil iemand een Oscar geven die voor mij, vooral voor dit album en zo, heel veel heeft gedaan. Heel veel heeft betekend. En dat is de Kim. De Kim Biesmans. Echt waar. Hij heeft alles in elkaar gestoken, van A tot Z. Hij heeft echt keihard gewerkt aan het album. Wel, hij mag voor mij een Oscar. Ja. Mee naar huis nemen. Ja, absoluut. Wel, ik vond het heel erg fijn dat je erbij was hier in onze studio, dat je naar hier bent gekomen. Ik wens je nog heel veel succes met het nieuwe album. En ik hoop je snel terug te zien. Met veel plezier gedaan. Dank u wel. En hopelijk tot gauw. Wel, Jo Valli heeft misschien niet alles van de Oscars gevolgd door zijn drugschema, maar heel wat mensen zaten voor de buis om alles te volgen, wie het mooiste kleed aan had tot wie de beste acteur, beste film, beste actrice werd. Wel, heb jij het gemist? Dan is hier voor jullie een recap. De Oscars zijn in Hollywood het event van het jaar en dan wil iedereen er natuurlijk op zijn best uitzien. Oscarjurken bij de vleet, al zijn ze niet altijd even mooi. Modegoeroe Jani Casalsis becommentarieerde de jurken volop op zijn social media. Volgens hem was Gwyneth Paltrow met haar jurk van Ralph & Russo de prinses van de avond. Al mocht Jennifer Lopez volgens Jani niet onderdoen. Zij kwam met een jurk van Ellie Saab voor de dag. En last but not least, zoals ze in Hollywood zeggen, vond Jani Lupita Nyong'o met haar jurk van Calvin Klein ook een streling voor het oog. Maar Jani zou Jani niet zijn als hij ook geen straffe commentaren zou geven over de mindere jurken. Zo zei hij over de Valentino-jurk van Keira Knightley: op elk potje past een deksel, maar op elke jurk geen potpourri. Ook Nicole Kidman moest eraan geloven met haar jurk van Louis Vuitton. Altijd fan geweest van Nicole Kidman, maar deze jurk doet me helaas denken aan een zieke paling. Aldus kritische Jani. Maar naast de jurken waren de Oscars zelf het belangrijkste van de avond natuurlijk. Na wekenlange speculaties bleek dat onze eigen slimste mens ter wereld, Adil El Arbi, niet enkel slim, maar ook helderziend is. Ook Wim Oosterlink was onder de indruk van Adils correctheid en tweette: ja wadde, Adil El Arbi heeft alles juist voorspeld. Terecht de slimste mens ter wereld dus. En dan naar de winnaars. Beste actrice ging naar Julianne Moore met haar vertolking in de film Still Alice. I have Alzheimer's disease. Early onset. Gosh. Eddie Redmayne ging met het beeldje voor beste acteur in The Theory of Everything naar huis. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? En dan was het wachten op de Oscar van de Oscars voor beste film. Die ging naar Birdman van Alejandro González Iñárritu. You're Birdman. You are a god. En nu is het aan jullie om in de bioscoopzaal zelf te oordelen natuurlijk. That smile off your face, you freaked me out. Okay. Sorry. En om toch nog even in de Oscarsfeer te blijven, willen we jullie laten meegenieten van Birdman, die de Oscar kreeg voor beste film. How did we end up here? This place smells like balls. We had it all. You were a movie star, remember? Are you afraid people will say you're doing this play to battle the impression that you're a washed-up comic strip character? Absolutely not. That's why 20 years ago I said no to Birdman 4. Birdman's all. You do Birdman 4? Face it, Dad. You're doing this because you're scared to death, like the rest of us, that you don't matter. Now you're about to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. You know I'm right. Shut up. You're so annoying! Hey, why don't you try to rest a little bit? Don't you get it? You're the original man. Let's make a comeback. I remember when I lost my... You're a bird.
Birdman. You are a god. Why don't you get your wings in your bird suit, man? Oh. I'm gonna choke you out. Let's go back one more time and show them what we're capable of. Birdman! I got a chance to do something right. I gotta take it. Naast de Oscars in Hollywood valt er in Vlaanderen ook heel wat te beleven. Kijk maar. Ik ben eigenlijk maar niks en ik kom uit Leuven. Haldis uit het razend populaire The Biker Boys heeft nu ook een hit te pakken. In de laatste aflevering van het zondagavondprogramma zagen we Haldis in Discotheek Carré een feestje bouwen met Patje Crimson. Haldis deed waar hij goed in is: pintjes fixen. En ja hoor, een hit was geboren. Haldis een pintje is doorgestoten tot nummer 3 in de Vlaamse top 50 en de clip is al meer dan 200.000 keer bekeken op YouTube. Benieuwd hoe hoog Haldis zijn ambiance nummer zal klimmen in de top 50. En er is ook nieuws over Born Crane. De zanger is momenteel druk aan het werk om zijn nieuw album op ons los te laten. Born verdeelt zijn tijd tussen de opnamestudio en de radiostudio. Want samen met presentator Arne van Haken heeft hij nu zo'n eigen radioshow. In De Hit Dokter gaan ze elke zondagmiddag op zoek naar een hit van het moment. Drukke tijden dus voor de zanger. En dan nog heugelijk nieuws voor Roel van der Stukken. De acteur wordt voor de tweede keer vader. Roel en echtgenote Anne-Sophie hebben al een 4-jarig zoontje Toets. Maar die krijgt er nu een broertje of zusje bij. Roel vertelt dat ze in de wolken zijn met het blijde nieuws en dat het een droom is die uitkomt. Hun tweede kindje wordt in het najaar verwacht. Haal je agenda er maar bij, want wij vertellen jullie graag waar je de komende dagen zoal naartoe kan gaan. Op 5 maart kan je in de Schouwburg in Kortrijk naar de immens populaire show Op de Groei van Bart Peters. Na de veelvuldige lovende kritieken in de pers belooft ook deze show een topper van formaat te worden. Het is maar een detail, maar ik heb een vrouw die wel eens snurkt. En als ik in vorm ben, snurk ik haar naar huis. En op 7 maart kan je onze centrale gast van vandaag, Jo Valli, bewonderen. Hij trakteert de aanwezigen namelijk op een miniconcert. Om 2:30 moet je naar de Mediamarkt in Oostakker. Maar als je dat niet haalt, doet hij het nogmaals over om 4:00 in de Mediamarkt in Mechelen. En 's avonds kan je op 7 maart richting Sportpaleis trekken. Want de Nederlandse rockchick Anouk zal daar het beste van zichzelf geven met haar nieuwe tour Paradise and Back Again. En zoals beloofd heb ik voor jullie nog de nieuwe videoclip van Laura Omloop. Geniet van Zo Zonder Jou en ik zie jullie graag terug een volgende keer bij Anne Shownieuws. Ciao!
Waarom doe je zo, zo, zo gemeen? Is dat je van mij af bij alleen? Even terug naar het verleden. Ja, zoals ik kon, dus je moet me nu vergeven. That's right, that's true. Waarom zal ik nu